Nou, welkom allemaal weer. Welkom in onze stadstudio bij het Festival van Crafted. We zitten hier in de Heuvel in Eindhoven. En zoals jullie kunnen zien zitten wij hier aan een hele leuke bartafel. Samen met Sterre en met Alex. En zij gaan jullie meenemen in een stukje uitleg over de opleiding van fashion. En de ontwikkelingen die daar hebben plaatsgevonden. Sterre, zou jij ons iets kunnen vertellen over jouw opleiding bij fashion? Ja, ik heb de opleiding Specialist Modemaat gedaan. Die duurt 4 jaar, of niveau 4. En ieder jaar leer je eigenlijk iets nieuws. Je begint in je eerste jaar, dan ben je gewoon een vol jaar op school. Je start dan natuurlijk zonder enige kennis eigenlijk. Ik wist nog niks over ontwerpen of patroontekenen. Of, ja, ik had eigenlijk ook nog nooit echt achter een naaimachine gezeten. Dus dat ga je eigenlijk in stapjes allemaal doen in het eerste jaar. Je begint dan ook met een rok. Dat is eigenlijk het simpelste kledingstuk wat je hebt. En je maakt kennis met het atelier, dus je krijgt aan het begin allemaal van die losse proefjes, zeg maar, die je dan moet maken, waardoor je de techniek leert beheersen. En aan het einde van het jaar ga je met je klas samen een soort van kleine collectie maken en die laat je dan ook zien op Crafted. En dan ga je in je tweede jaar, het eerste half jaar begin je op school. Dan ga je werken aan een broek, leer je daar alle technieken over. En het laatste half jaar ga je op stage. En dan kom je daarna in je derde jaar. En dan ga je een japon, een colbert, een mantel en menswear leren. En dan ben je wel een vol jaar op school. En dat vond ik persoonlijk ook het zwaarste jaar. Want je krijgt ontzettend veel projecten door elkaar heen. Je krijgt ook projecten met bedrijven samen. Dus je moet ook wel echt je verantwoordelijkheid nemen daar. En dan vervolgens word je ook een beetje klaargestoomd voor je afstudeerjaar. Nou, dat is dus je vierde jaar. Dan begin je met je afstudeerstage. En wij hebben afgelopen jaar dan ook menswear erbij moeten doen. Omdat we natuurlijk met corona zaten. En het laatste half jaar ga je afstuderen. Nou, het klinkt eigenlijk als een supermooie opstap met je elk jaar. Met de dingen die je hebt geleerd. Hoe heb je dat ook ervaren? Want volgens mij ga je dan echt van het beginpunt. Ja, ontwikkel je echt tot een supergoed fashion student. Ja, nou ja, ik wist er ook eigenlijk nog helemaal niks van toen ik begon. Ja, je gaat natuurlijk naar een open dag en daar zie je van heel veel kledingstukken hangen, waaronder bijvoorbeeld een colbert. En toen dacht ik echt, ja, dat ga ik never nooit kunnen. Maar je wordt eigenlijk zo goed opgeleid. Ze gaan er ook van uit dat je nog helemaal geen kennis hebt, waardoor je alles heel duidelijk eigenlijk leert. Dus toen dacht ik dat ik het niet kon. En nu heb ik zelf mijn hele eindcollectie in elkaar gezet. Dus ja, je ziet daar wel heel veel ontwikkeling in. Ja, ja, echt ontzettend leuk. Kun jij ons ook meenemen in jouw afstudeercollectie? Wat heb je daarvoor gemaakt en ontworpen? We moesten voor school een modehuis kiezen waarop je collectie geïnspireerd was. En daar heb ik Ottolingen voor gekozen. En daarnaast kreeg je nog een onderwerp. En dat was dan Stay Tuned. En ik heb toen Ottolinger gekozen als modehuis omdat zij hele drukke collecties hadden. Heel divers, verschillende materialen, ook heel vernieuwend. En het was ook iets wat echt heel goed bij mij paste. En Stay Tuned was natuurlijk het onderwerp en daar moesten we ook iets mee. En toen heb ik het een beetje veranderd naar Connected, dat mocht van onze docent. En daarvoor heb ik het menselijk brein als inspiratiepunt gepakt. En daar dan de twee helften van. Die hebben verschillende functies. Dus je linkerhelft is bijvoorbeeld heel lineair. En je rechterhelft is heel creatief. En Ottolinger heeft als modehuis ook heel veel asymmetrie in de collectie. En zo heb ik dat weer toegepast. Door bijvoorbeeld de linkerkant heel rustig te houden. En de rechterkant wat drukker te maken. Dus heel veel asymmetrie. Ook weer heel veel verschillende materialen. En mijn couturestuk vond mijn docent ook heel vernieuwend. Dus ik denk dat ik het heel goed heb gedaan volgens de regeltjes, zeg maar. Superleuk. Ja, het klinkt ook echt ontzettend gaaf. En wat kunnen wij van jou verwachten? Met hoeveel stukken sta jij hier op de expositie? Nou, iedere afstudeerstudent die moet 2 outfits maken. Je moet verplicht 3 kledingstukken. En voordat je gaat afstuderen heb je nog een soort van integrale opdracht, zeg maar. Dus dat is eigenlijk nog de aanloop naar je afstuderen toe. En dan moet je verplicht een blouse maken. En ik heb mijn pantalon die ik heb gemaakt erop afgestemd.
En daarnaast maak je nog een mantel en of een colbert en een couturestuk. En dat moet of een japon zijn of een jumpsuit. De meeste studenten hebben wel 2 outfits en ik heb er uiteindelijk 3. Oh, super. Echt gaaf. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar wij zijn in ieder geval al super nieuwsgierig naar haar collectie. En we hopen natuurlijk dat jullie ook zeker komen kijken. En misschien is het dan wel leuk om mooi een bruggetje richting Alex te maken. Ja. Dat jij wat kunt vertellen over de innovatieve ontwikkelingen binnen de app. Yes. Ja, wij zijn vorig jaar als 4DR Studios aangehaakt bij Crafted. Toen zaten we natuurlijk midden in de pandemie. Dus de modeshow, zoals we die kennen, kon niet doorgaan. En ja, Crafted was zoekende naar een digitaal alternatief. Een vernieuwend alternatief, dus niet gewoon een videostream waarbij je vanuit één optiek naar een show kijkt. Maar ze wilden graag iets nieuws, iets vernieuwends doen. En toen kwamen ze via uiteindelijk bij ons terecht. Waarom? Wij zijn een half jaar eerder, dus dat was eind 2019, zijn wij een studio gestart waarin we mensen in 3D kunnen filmen. Dat was tot voorheen altijd heel erg moeilijk om te realiseren, om bewegende mensen die kleding dragen, wat alle kanten op gaat, om dat heel netjes en soepel in een 3D-beeld vast te leggen. Met onze studio kan dat dus wel. Waarbij ik 32 camera's die een persoon tegelijkertijd filmen. En al die beelden worden daarna aan elkaar geplakt. Tot je een heel realistisch hologram eigenlijk krijgt. Nou, dat hebben we toen gedaan voor de afstudeerders. Die konden natuurlijk een kledingstuk en een collectiestuk niet presenteren. Hebben we allemaal gefilmd in de studio. Dus daarna hadden we ze allemaal digitaal in 3D vastgelegd. En dat hebben we met een app kun je dat bekijken. En het speciale aan die app is dat we de hologrammen in je camerascherm kunnen laten verschijnen. Dat is met de AR. Dat is de technologie. Iedereen kent Pokémon Go wel, dat er in je camerascherm die rare wezens. Ja. Die techniek gebruiken we, maar in plaats van een Pokémon verschijnt er nu een model, bewegend, lopend. En dat kun je met je telefoon dan van alle kanten bekijken. Kan levensgroot, kan in miniatuurvorm op tafel. Dat is het nieuwste van het nieuwste eigenlijk. Om op een hele realistische manier digitaal mode te presenteren. En dit jaar zijn we, de samenwerking ging goed. Iedereen was blij en dit jaar hebben we weer een collectie mogen filmen. De Suma-collectie dit jaar van Malou Bruls. Kan ik kort wel even laten zien hoe die beelden eruit zien. Dit is gefilmd, dus de modellen zijn gefilmd in onze studio. Hier hebben we het even in een video daarna geplaatst. En je ziet dat ze van alle kanten te bekijken zijn. Je ziet ook hoe de stof heel soepel op en neer beweegt. En dat komt door die techniek bij ons in de studio. Dat we het van alle kanten vast kunnen leggen, bewegend en al. Wat een innovatie ook eigenlijk, als je zo de beelden samen ziet komen. Hè? Je ziet, het zijn bijna levens echte mensen die je heel ruimtelijk ziet bewegen. Ja, ik probeer er altijd aan te ontkomen, maar laatst moest ik voor een test, ben ik ook gefilmd. En het is extreem raar om jezelf daarna in 3D te zien. Oh, je mocht zelf ook een keer door de test? Ja. Maar ik probeerde dat altijd uit de weg te gaan, maar goed. Het is aan de ene kant raar, aan de andere kant, de mensen die daarna iets met die beelden moeten maken, hebben heel veel vrijheid. Want met normale video film je het vanuit één optiek en daarna kun je dat niet meer veranderen. En hier hebben we echt een 3D-model. En kun je, zoals je net zag, we kunnen in die video een camera eromheen laten zweven. Maar we kunnen het ook weer voor zo'n app gebruiken dat je het met AR via je camerascherm zelf kunt bekijken en er zelf omheen kunt lopen. Dus met die ene hologram kun je daarna heel veel dingen eigenlijk maken. Dus, Nou, ik denk dat het zeker ook wel leuk is om de kijker te vertellen hoe dat zij die app kunnen gebruiken of hoe dat het werkt. Dat ze ook een beeld hebben van hoe loopt nou zo'n hologram binnen plan. Een ruimte. Het werkt met de Crafted app. Die kun je gewoon vinden in de App Store en in de Play Store. Als je hem downloadt, dan zie je de collectie van 2020 en 2021 verschijnen. Met allemaal fotootjes van collectiestukken. En de foto's met een blauw kruisje rechtsbovenin, die hebben een hologram. Dus als je die opent, dan kun je het hologram downloaden en dan, als het goed is, wijst de rest zichzelf. Daarna kun je het dus echt in je camerascherm
thuis of buiten laten verschijnen en van alle kanten bekijken. Ja, en ik begreep ook dat er ook een stukje uitleg bij staat. Dus je kunt ook wat lezen over de collectie. Wat achtergrond over dat zit er allemaal bij, ja, in de klopt, app. Ja, klopt, ja. Dus we vereeuwigen eigenlijk de crafted collecties in de app. Ja. Nou, super gaaf. Ik hoop dat jullie dit ook net zo interessant vinden als dat wij het vinden. Ik denk dat wij hier de hele dag wel over kunnen praten. Wij hopen dat jullie zeker de app gaan downloaden en zelf ook eens gaan bekijken. En ervaren hoe dat fashion eruit ziet. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer weer.